De gesneuvelden werden op een rij gelegd onder de waringinboom, daar bij Marga. De bevolking werd opgetrommeld en er lagen ze meer dan 230 strijders, waarvan het dode lichaam van Rai doorzeefd was. Hij was enorm geliefd onder de Balinese bevolking. En op elke wond die hij had, legden ze een rijksdaalder. Als eerbetoon aan Rai. Mijn vader had heel veel respect voor Noor Rai. Mijn vader die heeft de dood van Rai als een persoonlijke nederlaag gezien. Het schuldgevoel van mijn vader kan hem nergens anders in liggen dan het enorme respect wat hij had voor Rai, zijn vakmanschap als militair en het feit dat hij hem echt dood wilde. Ze hebben niet in Blando, die schrammen in Blando, ze moeten het schrammen in de kie. Ze hebben een malabak naar de kie, toch? Die is het maar. Die ikat, sudah busuk-busuk, suai-suai pun padam, buruk-buruk daun-daun. De motivatie was beschermen. Bescherm je eigen eeuwenlange land, je huis, je vrouw, je gezin, je ouders. Kita melatih kan melawan Belanda, jadi persiapan gitu. Boleh tidak ada penjajah, dan dia gokeng menghilangkan penjajah. Berarti penjajah itu. Dah pulang adanya Jepang kan tidak ada yang menjajah. Sebab apa namanya, hanya saja sebagai kami sendiri rasakan itu tidak senang dijajah itu karena pada saat itu tidak boleh orang itu berpolitik, tidak boleh. Pinter juga tidak boleh, gitu. Itu yang kami rasakan itu ya kami ingin merdeka lah gitu. Toen Rai dood was, was de cohesie uit de guerrilla-groep was weg. Dorpen die, als die verdacht werden van het ondersteunen van het Nederlandse bewind, dan werden ze allemaal een kopje kleiner gemaakt. Een jaar of 8 geleden kon ik er echt niet meer onderuit. Toen moest ik echt wel gaan nadenken, hoe zou dit in elkaar gezeten hebben? Als pa daar op Marga in die graftuin staat, hoe kan hij daar al die namen van deze verzetstrijders nog herinneren? Ik heb me wel eens een keer boos tegen hem uitgelaten over het feit dat hij zo weinig zijn mond opendeed. Zo van, zeg nou eens wat. En dan is het zo van, wat wil je dat ik zeg?